U heeft zwangerschapsdiabetes. Wat is dit precies en wat kunt u nu het beste doen? In deze video leggen we dit graag uit. Wat is zwangerschapsdiabetes precies? Zwangerschapsdiabetes is een tijdelijke soort diabetes, ofwel suikerziekte. We noemen deze soort diabetes ook wel diabetes gravidarum. Zwangerschapsdiabetes gaat meestal na de bevalling weg. Insuline is een hormoon dat de bloedsuiker regelt. Als u zwanger bent, reageert uw lichaam tijdelijk minder goed op insuline. Om de bloedsuiker goed te houden, maakt het lichaam de insuline aan die nodig is. Bij zwangerschapsdiabetes is uw lichaam minder gevoelig voor insuline. Er zit te veel suiker in het bloed. Uw bloedsuikerwaarde stijgt. Dit kan gevaarlijk zijn voor u en uw baby. Door te veel suiker groeit de baby sneller. Hierdoor is uw baby groter bij de geboorte en kan de bevalling moeilijker zijn. Als uw baby te hard groeit, moet de bevalling mogelijk worden ingeleid. Verder kan zwangerschapsdiabetes ervoor zorgen dat uw baby na de bevalling een te lage bloedsuiker krijgt. Ter controle moet de baby dan even in het ziekenhuis blijven. In het ziekenhuis wordt de bloedsuikerwaarde van uw baby regelmatig gecontroleerd. Het is daarom belangrijk om uw bloedsuiker goed in de gaten te houden. Samen met de diëtist wordt uw eetpatroon besproken. Er wordt gekeken of er veranderingen in uw eetpatroon nodig zijn. Het is belangrijk om minder suiker binnen te krijgen. Dus geen suiker in uw thee of koffie. En drink geen cola, vruchtensappen of andere dranken waar veel suikers in zitten. Ook is het belangrijk om uw eten op een dag goed te verdelen. Eet fruit, maar verdeel dit goed over de dag. U gaat zelf uw bloedsuikerwaarde meten. De bloedsuikerwaarde geeft aan hoeveel suiker er in het bloed zit. U krijgt materiaal om zelf uw bloedsuikerwaarde te meten en bij te houden. Ook krijgt u uitleg hoe u dit moet doen. In overleg met de diabetesverpleegkundige controleert u vier keer per dag uw bloedsuikerwaarde. De eerste keer meet u uw bloedsuikerwaarde als u nog niets heeft gegeten of gedronken. U bent dan nog nuchter. Daarna meet u uw bloedsuikerwaarde 1 uur nadat u het ontbijt, lunch en avondeten heeft gehad. Als uw bloedsuikerwaarde goed is, hoeft u de bloedsuikerwaarde minder vaak te meten. Dit beslist u samen met de diabetesverpleegkundige. Als uw bloedsuikerwaarde te hoog is, blijft u de bloedsuikerwaarde iedere dag meten. Soms zorgt het aanpassen van uw eetpatroon ervoor dat uw bloedsuikerwaarde omlaag gaat. Blijft uw bloedsuikerwaarde te hoog, dan moet u tijdelijk insuline gaan spuiten. De diabetesverpleegkundige bespreekt met u welke insuline u gaat spuiten en wanneer u hiermee start. De diabetesverpleegkundige legt alles uit en geeft u alle materialen om zelf insuline te spuiten. U heeft regelmatig contact met de diabetesverpleegkundige om te bespreken hoe het met u gaat. Ook heeft u tijdens uw zwangerschap een afspraak met de internist. De diabetesverpleegkundige en de internist werken nauw samen in uw behandeling. Twee maanden na de bevalling heeft u een afspraak met de internist. Voor de afspraak laat u bloed prikken om uw bloedsuikerwaarde te meten. Als uw bloedsuikerwaarde niet meer te hoog is, heeft u geen zwangerschapsdiabetes meer. Kijk voor meer informatie op www.fqr.nl/slash zwangerschapsdiabetes.